We hadden deze week weer een tegenslag. Dan moeten we ons huis uit. Dit is de vlog van Disneyland. Hallo, een hele goede morgen. Het is maandag. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ik ben lekker bezig vandaag, want ik zit gewoon achter mijn computer. Op het kantoortje, mijn hele to-do-list weg te werken. En dat voelt lekker. Het was wel echt een rotte begin van de dag. Want ik moest krabben. Ik had geen krabber natuurlijk. Die kon ik echt nergens vinden. En toen heb ik het gedaan met de geodriehoek die Bart gaf. Help! En ik was ook nog te laat. En ja, het was zo'n ochtend zeg maar. Maar daar gaan we nu niet meer te veel aan denken. Ik heb in ieder geval mijn to-do-list afgewerkt. En ik ga nu schilderen, zolang als het nog licht is. Dus ik ga me nu snel even omkleden. In mijn andere kleding. En weer een muur bijwerken. Ja, dat. Ik zit wel een beetje tussen de dozen in hoor. Het is echt nog heel erg chaotisch. Die gaat naar het tuinhuis als die af is. Nou, eigenlijk alles wat je hier ziet staan, dat staat hier dus omdat dat allemaal voor het tuinhuis is. Een hele badkamer staat er voor het tuinhuis. Het is nog steeds gewoon hetzelfde verhaal as usual. En dan dit gedeelte is allemaal wat naar het tuinhuis moet. Dus ja, en het is koud. Oh jongens, ja, ik vertelde natuurlijk net dat ik ook moest krabben vanochtend. En ik heb nu twee truien over elkaar. Dit is een trui en dit is een trui. En nog steeds heb ik het echt koud. Maar ja, we hebben natuurlijk geen verwarming hier. Ja, het is niet anders. We moeten maar een beetje in beweging blijven in huis. En voor nu kan je wel gewoon kleding over elkaar doen. En je merkt ook wel, je krijgt het vooral koud als je lang stil zit. Als ik bijvoorbeeld nu ga verven, dan weet ik zeker dat ik het straks gewoon super warm heb. Ook omdat er best wel veel zon schijnt. En als je dan bij de ramen een beetje gaat staan, dan is het gewoon super lekker. En Jola, die gaat even Sinterklaas bellen voor Jack. Sinterklaas. Maar hoi. Zeg, hoe heet jij ook alweer? Ja. Jax. Oké, jongeman. Ik zoek jouw naam even op in mijn grote boek. Kijk eens aan. Volgens mij is dit jouw pagina. Er staat hier dat jij 3 jaar oud bent. Ja, hè? Oh. Ik wou even doorgeven dat je vanavond weer een schoentje mag zetten. Oh. Als je nou iets lekkers voor o zo snel in je schoentje doet. Wortel. Een wortel, of brood, of hooi, als dat in de buurt is. Dan is mijn paard ook weer tevreden. Oh. Oké, dat gaan we doen. Dat is leuk, maar helaas moet ik je ophangen. Oh, zeg maar doei. Tot ziens. Doei. Jola is al met de fiets naar school. Die had een cadeautje, die heeft ze meegenomen. En jij? Ja. En jij? Ook een cadeautje. Ja. Hey, je hebt een cadeautje. En zit er nog iets in je schoen? Of heb je geen pepernoten dit keer? Oh. In een zakje. Oh. Dat is slim van de pieten, dan worden ze niet vies. Ja. Maar de pan heeft de wortels gegeten. Ja? Dan zijn de wortels weg. Oh. Dan heeft het paardje ook gegeten. Ja, dankjewel Sinterklaas. Nu opmaken. Ja, het was alweer donker. Wat een snertdag. Ik heb het super koud. En snert. Snertdag, daar heb ik zin in. Ik begin echt te merken dat ik door de kou, ik heb nu een badjas over mijn kleding heen, dat ik door de kou gewoon echt helemaal geen motivatie kan vinden voor dingen. Het is echt heel vervelend. Ik heb dan gewoon helemaal geen energie. Ik merk gewoon dat het me überhaupt al heel veel energie kost dat het zo koud is. En ze zijn nu in het tuinhuis bezig. Want ja, er was natuurlijk van alles geleverd. En toen hadden we dozen opengemaakt. En toen was er schade. En oh man, het was echt een beetje stressen weer. Wat is dit dan?
prima hoor. Het gaat heel erg goed. Hier ben ik wel bij. Jax, stop eens. Wat gebeurt daar? Wat wordt er nu weer in elkaar getimmerd? Klei platstampen. Oh, pizza's maken. Ik ga even Jola halen en dan verf halen. Het is wel lekker om in de auto te zitten, het is lekker warm. Lekker wakker! Ik heb trouwens de rest van de dag niet echt last meer gehad van de kou in huis. Omdat ik dus aan het schilderen was. Goedemorgen. Het is donderdag vandaag. Ik ga eventjes naar Amsterdam. Ik heb een afspraak daar bij een kliniek. Nou, misschien weten jullie dat ik al heel erg lang twijfel over een ooglidcorrectie. Nou, ik ga daar gewoon eens eventjes voor naar een consult. Gewoon even langs. Even daarover, ja, meer informatie daarover krijgen. Dat is het eigenlijk. Ik weet nog niet zeker of ik het ga doen. En ik weet ook nog niet wanneer en hoe of wat. Als ik zo gewoon opgemaakt ben en ik kijk fris in de camera, dan heb ik eigenlijk ook niet echt ergens last van. Maar, jawel, it's really there. En ik hoor ook heel vaak vrouwen van een beetje 30 plus of zo. Van, ik heb het gedaan en ik had het echt veel eerder willen doen. Nu dat ik het gedaan heb. Dus ik ben er wel heel erg benieuwd naar. Het hangt behoorlijk. Zie je? Meteen even doorgereden naar Jola. Maar het consult ging goed. Ze hebben echt heel erg lang de tijd voor me genomen. Ik ben bij Ivy Clinics geweest voor een consult. Anderhalf uur heb ik met ze gekletst. Het was ook heel gezellig. Ik ben er wel enthousiast over, maar ik ga er natuurlijk nog even over nadenken. En ja, het is denk ik een veel makkelijkere ingreep dan dat ik dacht. Zijn er volgens van mij die ervaring hebben met ooglidcorrectie? Ik ben heel benieuwd. Kijk, nu is het een beetje zonnig is. Deze kant is ook erger dan die. Zie je het? Je kent mij al langer dan vandaag misschien. Dat heb je misschien wel vaker gezien. Dat ik er ook echt best wel last van heb. Zeg maar nu, dat de zon schijnt. Maar ook soms dat je een beetje moeier kan voelen of zo. Dat je denkt van, oh, word wakker. Zo, ik ben weer lekker thuis. Vandaag, de rest van de dag ben ik even wat kasten nog verder in elkaar aan het zetten. Er gaat steeds best wel veel tijd in zitten. Bart is nog even beneden bij Jax. Dus dat is het een beetje. Dus ik hoop dat jullie snappen dat er niet elke week zoveel gaande is op dit moment. Ik weet wel dat het wel vanzelf weer komt. Maar ik weet wel dat het nog even duurt. Omdat we ook wel een beetje rustig aan gaan doen de komende tijd. Omdat dat beter is voor ons. En ik denk dat jullie dat wel zullen snappen. Zeker met al die tegenslagen. We hadden deze week weer een tegenslag. Dat was namelijk dat een van de werklui. Nou ja, weet je nog dat ik vorige week zo ontzettend blij was dat ze gingen beginnen met de aansluitingen van onze nuts. Nou, toen kreeg ik dus deze week weer bericht dat ze helaas weer gestopt zijn. Omdat een van de werklui corona heeft. Dus dan moeten ze allemaal in quarantaine. Waarschijnlijk heeft het weer 5 tot 10 dagen uitstel. En hopelijk niet langer. Maar dat horen we maandag denk ik wel weer. Want dan is het weer 5 dagen geleden. En ja, onmacht hè. Wat doe je eraan? Maar ja, je baalt wel even. En je merkt wel gewoon dat daardoor je drive soms af en toe een beetje wegzakt. En dat je het ook niet kan volhouden om het altijd maar zo druk te hebben. En dat, ja, dat je dan gewoon even wat minder filmt. Of wat minder afmaakt voor de film. En daardoor niet echt het verhaal helemaal compleet hebt. Waar ik wel normaal heel erg van hou in een video. Dus maar ja, dan weten jullie hoe het kan en hoe het komt. Vorige week zei ik tegen jullie, ja, ik ga volgende week wel even leuk wat inpansgerechten met jullie delen. 0 keer gedaan. I know, sorry. I just wanna make you my, yeah. Kom je? Ja! Ik hoop zo dat dit de laatste keer is, jongens.
wat is er aan de hand hier? Het lijkt wel Black Friday bij de Oudere Dam om te tanken. Ik kom er gewoon niet doorheen. Lekker je augurk? We zijn augurk aan het eten. Je moet wel eens zitten wachten. Nou, straks komt er iemand voor de tuin even kletsen. Een hovenier die ons het een en ander kan vertellen over wat hij voor ons zou kunnen betekenen. En ik ben even de ramen aan het schoonmaken. Broodje. Ik heb net een broodje aan je gegeven. Heb je die al op? Oké. Butler mama is ook druk. Dus ik ben even de ramen aan het schoonmaken en het afplaktape aan het afhalen. Ik heb net nog wat puntjes bijgewerkt van de muur. Deze laatste muur die ik eigenlijk al een week geleden had gedaan, maar nog steeds niet had afgewerkt. Want ik weet het ook allemaal niet af en toe. Maar vandaag komt dus, als het goed is, de ramenkleding van Vaneta binnen. Pin me er niet op wanneer het ook echt opgehangen wordt, want we moeten er wel even de tijd voor nemen. En zoals je misschien weet zijn er heel veel dingen die op dit moment nog in elkaar gezet moeten worden en bevestigd en gedaan. Maar ik ga wel alvast even dit klaarmaken dat in ieder geval de belangrijkste hoekjes opgehangen kunnen worden. Hier zitten we veel achter de bank, dus dat vinden we wel prettig als hier voor hangt. Ook vinden we het echt heel fijn voor Dexie. Want die is nu, ja, eigenlijk altijd als er mensen langslopen, dan is hij helemaal van streek en zo. Dus ja, het heeft wel een klein beetje haast. En ik ben heel blij dat het er al is. De lampen knipperen weer, af en toe. Volgens mij omdat de timmerman bezig is. Die is de laatste dingetjes aan het doen. Hij zou eigenlijk vandaag klaar zijn met het tuinhuis, maar hij komt morgen ook nog eventjes. Om het toch nog even af te maken. Maar het is echt een hele harde werker hoor. Echt. Door weer en wind gaat hij. Zo, dat was echt een lekker weertje om even een tijdje in de tuin te gaan staan. Met... Maar dit is toch leuk? Van een koekenbakkertje. Van een koekenbakkertje, Bart. Het is nog een beetje heet, dus kijk uit. Hoppa. Geen hier, ben ik. Het is 13 december, ja. 13 december, ja. Je zijn nog niet te laat. Gisteren was ik jarig. Gisteren. Verdorie. Is het lekker? Erwtensoepje, it is today. Heerlijk. Heerlijk, meid. Heb je mijn vintage vestje weer aan? Ja. Mijn Puma vintage. Iedereen vindt me gay. Gay? Ja, als ik dit aan heb. Ze vinden dat het gay staat. Maar ja, ze is ook de hele bedoeling, hè? Nee, grapje. Maar verscholen blijven volgens mij wel. Maar is de persconferentie al geweest? Nou, ik zag het net op het nieuws, maar ik ga zo de persconferentie. Ik hoop het zo dat ze dicht gaan. Nee, ze gaan niet dicht. Maar waarschijnlijk moet je wel een mondkapje op school. Ja, weet ik. Vind je dat niet erg? Vanaf 6. Dat vind ik heel erg. Vind je dat heel erg? Mm-hmm. Je ziet er niet uit alsof je dat heel erg vindt. Nee, maar ik vind het echt niet chill. In het vliegtuig was het ook echt heel. Kan je maar ademen dan, hè? Oeh. Ze willen ons gewoon doodmaken. Doodmaken? Ik kan niet meer ademen in dat ding. Nou, dan ga je maar niet naar school. Helaas. Hey, this is me, Edison, in een badjas, een trui, een colletje, een shirt, een BH, een broek, skibroek, dikke sokken, sloffen en een wijntje. Oh, leeg. Allemaal dingen om mijzelf warm te houden. Vandaag heb ik eigenlijk de hele dag een beetje geëdit. Ik had even een verjaardag van de buren tussendoor. Daar zijn we heen gegaan. Super gezellig. Rondleiding gekregen in het huis. Oh, dat wordt ook super mooi. Voor de rest, ja, er is nog iemand langsgekomen van Vloerloods. Als je niet stil zit, is het niet zo koud. Jax bijvoorbeeld, die loopt nu gewoon in zijn blote kont rond. En die heeft helemaal niet koud. En we moeten het in de gaten houden, want wist je al dat als het gaat vriezen, dan moet ons huis uit. Ja, want dan gaat de slang waar het water doorheen gaat bevriezen. En dan hebben we geen water meer. Nou, zonder water kan je niet leven. Dus
als het echt gaat vriezen en we hebben nog geen aansluiting, dan zullen we gewoon echt ergens heen moeten. Dan is het niet anders. Ja, we houden gewoon het weer in de gaten en we gaan voor een kacheltje zitten straks weer. Elektrische dekens in bed gooien. Ik ben mijn stoofkussen aan het opwarmen en we doen het hier maar mee. We hebben wel een petroleumkacheltje, maar in de woonkamer werkt dat niet, want dat is een te grote ruimte. Je kan er wel voor gaan zitten. Beetje is misschien wel lekker. Maar als je het echt goed wilt inzetten, dan moet je het echt in een kleine kamer doen met de deur dicht. Dus daar hebben we wel een oplossing voor bedacht. Laatst heb je misschien gezien in een andere video. Ja, dus die kamer boven hebben we daar wel voor eventueel als we echt warm willen werken. Oh, het is Black Friday. Ik vind het zo moeilijk om niet allemaal dingetjes te kopen. Maar ik hou het nog even open. Het is trouwens al zaterdag, maar ja, dat gaat het hele weekend door. En wow, Bart, het is je gelukt. Wat vind je? Ik moet dat ding er nog voor doen, maar dat is even wat lastig van het klipjes en zo. Oh ja. En mijn tafeltje deze zondag. Heerlijk. Met deze eerste jaloezieën die hangen. Maar nog niet helemaal perfect. Moet nog eventjes afgemaakt worden. Maar het is zondag en we gaan eventjes een beetje chillen. We zitten klaar voor de algemeen ledenvergadering. Van de kavelwegvereniging. En daar gaan ze de begroting bespreken. Toelichten waar het geld heen gaat. Ja. We hebben niet veel gedaan vandaag. We gaan nu eventjes een kijkje nemen in het tuinhuis. Kijken jullie mee? Gaan jullie even mee? Ja. Ik ga wel in dit kerstpak. Dit is de schuur met die kelder daaronder. Under. Ook echt zo handig bedacht dat daar dat gat zit. Maar de deur is heel mooi. Op je Crocs, lekker onder de mudder. Oh, dit wordt zo leuk. Echt perfect. Ja, als je er echt een woning van wil maken, zou je beneden een slaapkamer van kunnen maken. En dan hier bijvoorbeeld een kinderkamer. Ja. Wow, zelfs de spotjesgaatjes zitten er al helemaal in. Wat nice. Ons eten van de dag. Bokgroente, zilvervliesrijst, vegetarische kip en deze wok teriyaki. Toch nog iets gedaan vandaag. Eet smakelijk, lievertje. Wat zeg je dan? Dankjewel voor het eten. Ja, nou, dat goed zo. Uit, hoor. Hallo en goedemorgen. Even een koffietje maken. Waterreservoir vullen. Oi, 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 oi. Zo. Kom op, kom op, kom op. Doe het, doe het. Hij doet het heel slecht. De nieuwe, die is er nog steeds niet. En als hij er is, weet ik ook echt niet of hij het doet. En deze cupjes waren op. Wat een zwaar leven, hè? Ik loop niet in mijn jas omdat ik toevallig zo wegga en net binnenkom. Nee, ik loop echt in mijn jas omdat het echt super koud is hier. Ja, ik kan nog wel om lachen. Het was alleen heel moeilijk eruit komen. Maar nu gaat het wel weer. En ik ga zo wel even de deur uit. En meestal helpt dat wel. Als je dan thuis komt, dan gaat het alweer een beetje. Maar ik wilde nog even zeggen. Sorry als het een beetje een blah vlog was. Ik heb wel een hele leuke video gemaakt afgelopen zondag. Van K van het Droomplek. Daar is dan ook veel content in gaan zitten. En vandaar dat er niet zoveel voor de weekvlog was. Maar volgende week is dat wel weer anders. Want er komen wel weer leuke dingen aan. Dus ja, sorry voor deze. Deze week. Maar in ieder geval tot volgende week. Dankjewel voor toch het kijken. Helemaal tot nu. Doei! Bedankt voor het kijken naar de vlog.